Ik ben Robert-Jan Derksen, ik ben golfprofessional en ik speel al zo'n 18 jaar op de Europese Tour. Met twee winsten in Dubai en in Madeira. Ongeveer 50% van het golfspel gebeurt op de green, waar we nu zijn. En eigenlijk misschien wel de belangrijkste put is de korte put van ongeveer een meter, anderhalve meter. Dat is de put die ik ook het meeste oefen, omdat dat vaak je ronde kan redden. Als je wat fouten maakt in het spel, dan kan je altijd een mooie bunkerslag of een mooie chip nog op zo'n afstand ongeveer slaan. Maar dan gaat het om deze put. En wat ik heel veel oefen en wat ik hier ook probeer te laten zien, is eigenlijk de vier windrichtingen. Het is een hole die een klein beetje scheef staat. Deze put is kaarsrecht, dat heb ik net bekeken. Die put is een klein beetje van rechts naar links. Die put is van links naar rechts en die is ook weer kaarsrecht, alleen dan ietsje naar beneden. Het belangrijkste is dat het gewoon enorm goed voor je vertrouwen is en dat elke put weer anders is die ik nu maak. En dat zal ik ook laten zien. Ik begin met de rechte put, kaarsrecht, anderhalve meter. Dan ga ik naar de volgende put. De derde put. Oh. En de vierde put, klein beetje van links naar rechts. Nou, belangrijke oefening om dit te blijven oefenen en het geeft vertrouwen. En nogmaals, eigenlijk de belangrijkste slag in golf, het putten en de korte put. Dus probeer van alle vier de windrichtingen te blijven oefenen. Succes!